Ja, en als u het nou net zo erg vindt als deze mevrouw, stemt u dan? Dat kunt u doen op dezezelfde site, even zoeken. En dan ziet u daar een button, oftewel een knop. En daar kunt u op klikken en dan stemt u voor uw steun en het verzoek om aan de regering of aan de politiek voor een nood- en herstelplan. Het komt er een beetje moeilijk uit, maar ja, dat heb je na 3,5 uur. Het komt wel weer goed. In elk geval heb ik nu aan de lijn en aan de tafel Frans Verouden. Frans Verouden, ik vroeg net wat je deed en toen zei jij: noem mij maar duurzaamheidsexpert. What the hell? Ja, je vroeg naar één woord en eigenlijk is alles wat ik doe niet in één woord te vangen. Nee, dat is waar. Hè? Je houdt je bezig met verduurzamen en tastbaar maken van cultuur. Maar dat maakt me niet heel veel wijzer. Nou, ik heb een organisatie, Green Stages. Maar wat we daarbinnen doen is met poppodia, theaters, die ondersteunen we in het verduurzamen van hun organisatie. Evenementen die ook meer verduurzamen. En dan zul je nog vragen, wat houdt dat dan in? Maar wat is verduurzamen? Ik bedoel, waar moet ik dan aan denken? Denk ik aan milieudingen bijvoorbeeld. Precies, dat is in de basis is dat ook. Energievraagstukken, hoe ga je om met je afval, mobiliteit, aandacht voor de bodem, verantwoord eten en drinken. Hoe ga ik met waterhuishouding om? Ja, maar ook, dat begrijp ik allemaal, aspecten. Maar energie bijvoorbeeld, al die lampen die nodig zijn, om überhaupt, waar dan ook, bij festivals, maar ook binnen, om dingen in beeld te brengen of zichtbaar te maken, dat is al een heel punt, denk ik. Ja, maar daar begint het wel. Het zichtbaar maken van wat je nou werkelijk nodig hebt. Er wordt altijd te vaak gezegd, nou, vorig jaar hadden we zoveel nodig, dus dit jaar voor zekerheid, we plussen er nog ietsje bij. Ja. Maar terug naar de basis van wat heb je werkelijk nodig? En dan ga je kijken van hoe ga ik dat op de meest duurzame manier inzetten. En dan hebben we het alleen maar over het thema duurzaam of het thema energie. Ja, want het tastbaar maken van cultuur, dat is het andere wat je doet. En wat is dat dan? Nou, ik wil tastbaar maken van cultuur. We merken het nu ook weer, hè. De cultuursector die eigenlijk op de 8e, 9e, 10e plaats komt als het gaat om hulp om ook de coronacrisis te overkomen. Ja, dan ben je nog optimistisch trouwens. Ja, precies. En dat komt denk ik ook omdat de cultuursector onvoldoende tastbaar kan maken voor wat het werkelijk oplevert. We hebben een groot publiek, een groot bereik. Mensen genieten enorm van voorstellingen. Maar wat levert het dan op? Zie dat als... het is eigenlijk een hele indirecte opbrengst die we eigenlijk gewoon tastbaarder zouden moeten kunnen maken. Maar wees dan eens concreet voor mij. Want ja, opbrengst, maar als je alleen maar in termen van economie praten, dan is dat ook zo armoedig, zou ik bijna willen zeggen. Dus wat is tastbaar maken? Ja, het tastbaar, juist om wel die economische waarde eraan te hangen. Economische waarde? Ik ben bestuursvoorzitter van een cultureel centrum bij ons in het dorp. Stel, het hele culturele centrum valt weg. Dat is eigenlijk een versobering van je kwaliteit van leven. Een stukje leefbaarheid in een omgeving. Mensen gaan wellicht zich ergens anders vestigen, bedrijven vestigen zich ergens anders. En als je dat allemaal zo eens door gaat rekenen, heeft het zelfs impact op de WOZ-waarde van je woning. Dus dat is wat zeg maar, cultuur ook indirect ook met zich meebrengt. Ja, nou zijn er juist mensen die werkzaam zijn in de cultuur roepen. Leuk allemaal die rekensommen. En natuurlijk zit daar een zekere waarheid in. Dat is onmiskenbaar. Maar het gaat om veel meer dan dat. Het is juist ook de intrinsieke waarde en de autonomie van cultuur die zich eigenlijk helemaal niet economisch zou moeten bewijzen. Maar juist waar het gaat om humane en menselijke impact. Ja, belangrijk wel, is. Ja, voor mij is die indirect. Of voor mij is die vanzelfsprekend, om het zo maar te stellen. Een KLM krijgt miljarden, omdat daar wat van wordt gesteld. Kijk naar de hele toeleveranciersreeks. Over duurzaam toerisme. Gesproken trouwens. Nou, ja, precies, een voorbeeld. Ja. En terwijl de cultuursector, kijk hoe die mensen verbindt en wat dat aan mensen in beweging zet. Dit is vele malen groter. Ja. Nou is het zo...
jij werkte voorheen aan de verduurzaming en verandering. Dus eigenlijk, want het is verandering, hè? Verduurzaming is in dit geval ook verandering. Precies, het is... We hangen overal het label duurzaamheid aan of verduurzamen. Maar we zien met z'n allen dat de noodzaak gewoon heel erg groot is voor een maatschappelijke verandering. Omdat de stijgende zeespiegel, CO2-uitstoot, grondstoffen die uitputten. Het moet anders. Dus hebben we het hier over het nieuwe normaal. Dan duurzaamheid is ook een nieuw normaal. Nou ja, dat was dus het oude normaal. Toen waren we al bezig om ons te realiseren dat dat moest. Dat dat duurzamer moest. En dat er verandering moest komen. Maar toen was het nog een soort van, laten we zeggen... werd er over gedacht in termen van luxe bijvoorbeeld. En nu is het een gedwongen. Nu is het... Maakt dat verschil? Een duwtje helpt. Je ziet wel een duidelijke maatschappelijke beweging. Het helpt, zeg jij. Het is nu bittere noodzaak. Dat helpt? Om het werkelijk in gang te gaan zetten. Ja. Al kijken naar de festivalsector of evenementensector rondom duurzaamheid. Je ziet nu gemeenten zoals in Amsterdam, die ook werkelijk beleid aan het maken is van wat je aan duurzaamheid moet gaan doen. Dat helpt, dat bedoel ik te zeggen, met dat duwtje te geven. En tegelijkertijd zie je ook een intrinsieke motivatie die veel groter wordt bij de consument. Kijk alleen maar naar de schappen verantwoord eten in de supermarkten. Dat is de afgelopen jaren ook alleen maar groter en groter. Ik heb het nu even over deze coronacrisis. Want in feite beweer je nu dat een soort van blessing in disguise is. Nou, ik zie het als een even pas op de plaats vooral. En dat we nu eens na gaan denken van wat is straks hopelijk snel na corona nodig. Dat we er ook doorzetten in een meer duurzame wereld. Ja, weet je, dus ik snap dat. We hadden het net over de economische waarde ook en zo. Jij schijnt ook nog gepassioneerd muzikant te zijn. Ja, ik noem het uit de hand gelopen hobbymuzikant. Ja, dat vind ik allemaal goed. Maar wel gepassioneerd, ja. Oké, nou vertel eens iets over die passie. Want het gaat hier natuurlijk niet alleen maar om de economische waarde. Het gaat ook om passie. Het gaat ook om dat over te brengen. Vertel eens over je passie dan. Vertel eens over die passie. Ja, die de afgelopen maanden eigenlijk geen podium gezien. Anders dan buiten optredens voor zorgcentra. Jij was iemand die voor de ramen van mensen... Nou, ik weet niet of je een gitaar hebt, maar, Ik doe plotseling dit. Nee, en daarmee toch wel wat te kunnen bijdragen en blije gezichten op achter de ramen te zien dan helaas. Een eerste online optreden gehad van een festival dat ik eigenlijk zelf ook organiseerde. En dus ook noodgedwongen niet door kon gaan en je op zoek gaat naar alternatieven. Het is ook een tijd om, ik ben ook al bezig met wat eigen werk. Ja, dit isolement geeft ook weer de ruimte om met teksten en eigen muziek bezig te zijn. Ja, ook weer een blessing in disguise eigenlijk, hè? Nee, ik bedoel alleen maar, je bent blijkbaar bezig met alles ten positieve te keren. Zo bedoel ik het eigenlijk. Ja, ik heb zeker een positieve inborst. De coronacrisis, net ook laag af van het zet ons even op de plaats. Ja. Om eens na te denken hoe naar de toekomst. Mijn werkweek was enorm. 7 dagen in de week, bijna dag en nacht. Maar nu weet ik dat te beperken tot 9-to-5. Ja, zeg maar. En dag en nacht, 7 dagen per week lijkt mij niet duurzaam. In elk geval niet iets wat lang kan duren. Op mijn eigen gestelde in ieder geval. Ja. Maar nu komt er ruimte om na te denken. Okay. En laten we die ruimte ook allemaal nemen naar die duurzame toekomst. Oké, laten wij de ruimte om na te denken nemen. Dat is lijkt mij een hele goede. En zeker over kunst en cultuur. Hoeveel mensen vertegenwoordig jij direct met je handtekening? Hoe je doorrekent. Direct in mijn organisatie met 3 vaste medewerkers en 5 freelancers. We vertegenwoordigen denk ik een 25-tal podia, een 10-tal gemeenten en daarmee ook zeg maar, al die bezoekers naar die organisatie. Maar nee, direct, dat ging te makkelijk. Direct zeg ik 8. 8, dankjewel. Die tellen we bij. En als jij je handtekening wil zetten, dan zouden wij dat zeer op prijs stellen. Ga ik doen, dankjewel. Frans Verouwde.